Hoe is het gesteld met de innovatiekracht van de gemiddelde onderneming van onze omvang? De literatuur wijst uit dat dat eigenlijk de categorie bedrijven is die aan de ene kant nog het pure ondernemerschap in zich hebben. Dus je kent je mensen nog, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant toch zoveel volume en doorzettingskracht dat ze ook kunnen innoveren. Dat ze daar een beetje in kunnen investeren. En dat gebeurt elke dag, dag in dag uit. Maar dat haal je haast niet uit de statistieken, want het is on the job. Maar dat wordt ook door de economen gezien als een zwakte. Dat type bedrijven zou wat systematischer om moeten gaan met die vernieuwing. Dus daar toch maar een beetje een potje voor apart zetten. Dus een relatie aangaan met een hbo-instelling of een universiteit. Dus een keer een opdrachtje geven aan een professor of aan een groepje studenten. Is het makkelijk genoeg om te innoveren in Nederland als klein bedrijf, middelgroot bedrijf? Nou ja, er wordt veel geklaagd, hè, door ondernemers van ja, de drempels zijn te hoog, het is te ingewikkeld. Ik denk dat dat eerlijk gezegd, excuseer me, een flauwekul is. Dus die verhalen van ja, het is zo moeilijk, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Het is makkelijk zat. Als je wilt, kan je erbij. Bij de potjes geld, bij de samenwerkingsverbanden met universiteiten, de samenwerkingsverbanden met grote bedrijven, wij organiseren hier handelsmissies, nou het griebelt van het MKB dat meegaat. Dus iedereen die zegt, ja het is te ingewikkeld, ik denk dat ze bedoelen te zeggen, ik ben er te beroerd voor. Op dit moment zijn er veel sectoren, wordt er gerobotiseerd en verre gaat geautomatiseerd, hè? Die robotisering die gaat een enorme invloed hebben, daar hoeven we niet omheen te halen. Een enorme invloed, dus iedereen die gewend was om heel seriematig werk te doen, die daaraan gewend is, die moet echt nadenken van hoe lang kan ik dit nog blijven doen. Dus op het individuele niveau gaat dat zwaar ingrijpen, maar het betekent niet dat daardoor alle werkgelegenheid uit Nederland verdwijnt. Sterker nog, ik denk dat er meer kansen zijn om het hier naartoe te halen. Jouw vader, die zit natuurlijk met die dikke vingers op die computer te prutsen, die kijkt nu naar jouw bedrijf en die zegt van, jongen, moet dat allemaal zo, maar het loopt. Over 20 jaar heb jij een opvolger en dan zeg je van, en dan doet hij onderdelen, doet hij met 3D-printen zelf maken en weet ik veel wat. Maar hij doet nog hetzelfde, alleen hij gebruikt nieuwe technologie. Als je niet meegaat in die technologie, dan kan je het wel schudden. Welk advies heeft u voor ondernemers in ons land? Maar tegen de iets oudere ondernemer zou ik zeggen, geef in je bedrijf ruimte aan jong volk. En tegen jongere kerels zoals jij zou ik zeggen van je moet wel een beetje het heft in handen houden, maar zoek contacten met jeugdig, goed opgeleid volk en geef ze de ruimte om hun ideeën over ondernemerschap en nieuwe kansen, om dat bij jou uit te leven. Zijn we dan in Nederland ook wel voldoende wendbaar om ons te kunnen aanpassen in die veranderende markt om ons heen? Denk het niet. We bij VNO-NCW willen heel graag een groot investeringsprogramma hebben voor Nederland. We willen eigenlijk een fonds maken waar 100 miljard euro in gaat. En wat we willen aanwenden voor investeringen in de hele omslag van fossiele industrie naar renewables. Bijvoorbeeld in jouw hoek elektrificeren. Hoe kijkt u naar de jarenlange loonmatiging? Ik vind het onverantwoord om te zeggen van wat Klaas Knot doet. Dus we gooien die lonen maar omhoog. Want kijk, als we bij jou 10% de loon omhoog doen, ben je weg. En heeft niemand meer werk. Ik vind het een vorm van domheid. Dus je moet zorgen dat in het bruto netto traject, dat daar wat meer ruimte komt. Maar het belang van de maakindustrie, hoe belangrijk is dat? Laat ik eens een hele botte uitspraak doen. Het verkwanselen van het beroepsonderwijs is sociaal gezien het slechtste wat je kunt doen voor de bevolking. Wij moeten zorgen dat wij onze jonge jongens en meiden, ook als ze wat minder goed kunnen leren, zorgen dat ze een vak in hun vingers hebben. VMBO, MBO, goed technisch onderwijs, dus betonnen vloer onder de samenleving, dat moet op orde zijn. Dat is weggeworden in VMBO, MBO, ROC's. Ja, met alle respect, die mensen die daar werken, die doen ook hun best. Maar dat is te grootschalig, dat is te grijs geworden. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat gaat kleinschaliger, dichter op de ondernemingen georganiseerd moeten worden. Maar ja, het zijn nu allemaal mologgen. Als je aan een touwtje trekt, daar is niet zo best. Wat de mensen bijvoorbeeld niet weten, dat is dat
als jij een technisch beroep doet op mbo-niveau en je komt bij een bedrijf binnen zoals dat van jullie en je wordt conform de cao betaald, de meesten worden geloof ik in die technische hoek ook net even beter betaald, maar dan verdien je aanmerkelijk meer dan wanneer je in een administratief beroep ergens in een kantoor loopt te werken. Ook je baanzekerheid is groter. Die feitelijkheid, die feitelijke informatie over je arbeidsmarktpositie, die moet beter, vind ik. Geldt ook in de richting van grote groepen allochtone mensen, want die ouders denken nog, ja, mijn zoon moet in een net overhemd en een mooie stropdas, maar ja, dat zouden we wel beter uit kunnen dragen, denk ik, met z'n allen. Ik wil u bedanken voor uw tijd. Heel verhaal. En, op naar de volgende 50 jaar. Ja, dat zou in theorie moeten kunnen nog. Met een jonge vent, dus dat kan best.